geldbroeders, geldzusters, iedere gast die nog aanwezig is. We gaan beginnen met de prijsuitreiking. Geert-Jan Verriksel van de Tromcommissie zal aftrappen met de prijsuitreiking. Dus Geert-Jan, alsjeblieft. Dank u wel. Beste mensen, bij de Trom individueel gaan we 5 prijzen uitreiken. Als de klasse niet wordt genoemd, dan is er of onvoldoende punten gehaald of er is daar niet deelgenomen. We beginnen met de ereklasse, klasse 1. Hoort heel klein bij een verhaaltje bij. Deze man die de eerste prijs heeft gehaald, is echt wel een karttrekker geweest voor een gilde uit Aalen-Rikstel. Heeft jarenlang, doet hij al de trommenrol verzorgen met dit gilde. Vandaag deed hij voor de laatste keer mee aan de wedstrijden. En hij heeft de eerste prijs gehaald met 84 punten. Edje Vincent, Sint-Margarethe Aalen-Rikstel. In de klasse C individueel, eerste prijs, Robert van Zomeren, Sint-Hubert en Liesel met 72,5 punt. Eerste prijs met 68,5 punt, Mieke van der Heijden, Sint-Antonius Ab, Vorstenbosch. Met 85,5 punt, Maarten Hoeps, Sint-Antonius Ab, Vorstenbosch. Dan nog het groepstromen, klasse A. Eerste prijs met 159 punten, Sint-Leonardus, Wittendonck. Bij de bezuinplaatsen zijn 2 prijzen te verdelen. Bij de individueel bezuinplaat klasse B is de eerste prijs voor Heiner Hubers Sint-Matthias Oplo met 93,5 punt. We hebben nog 1 prijs. Voor de groepen bezuinblazen, senioren, eerste prijs met 81,5 punt, Sint-Antonius Ab, Vorstenbosch. Het was een fantastisch georganiseerd gildefeest, gezellig, gemoedelijk, alles ging een mooi zo gangetje, hartelijk dank voor het samenwerken. Met 60 punten. Dat is een behoorlijk aantal. Ik heb hem toevallig opgezien en het was geweldig wat hij op de mat legde. Dat hij zelfs wel mooi. En dan gaan we verder met de klasse B. De eerste prijs is voor Bas van Pelt, Sint-Servatius Lieshout. Met 52 en een halve punt. Maar de foto moet op, hè. Trots op de foto.
Ja, dan mag je doorgaan, Bas. Dan gaan we nu verder met de klasse C. En dit is de tweede prijs voor Harm van de Beteren, Sint-Antonis Abten Rostemos. En we hebben ook nog een eerste prijs in de klasse C. En de eerste prijs is voor Matthijs Verhoeven, St. Joris Gamer. De tweede prijs is van Peter van der Zande, Sint-Antonius Ab Rostemos. En dan de eerste prijs is voor Mark Ermes, Sint-Matthias Omlouw. Gewonnen door Jos van der Kruis, Sint-Lambertus, Senior Eind.
na de prijsuitreiking, dus als het algemeen klassement is uitgereikt, liggen hier bij het podium de enveloppen klaar met de uitslagen in zover de uitslagen zijn die mee kunnen naar huis. Dank u wel. Gaan we verder met het koningsgieten. Gewonnen door de Mies van den Burg, Sint-Antonius Kiphout. Dan wordt volgens als we nog aanwezig zijn, Sociëteit, Victoria en Sommersdijk.
thuiswedstrijd. Dan graag naar voren, St. Joris Keller uit Vlinder. Het zijn Margaret en Gelre, het zijn Antonius en zijn Sebastian de Schilder uit Schemer en het zijn Sebastian de Schilder uit Lieshout. Ik wil graag van alle drie een delegatie naar boven. 1-2 mensen. Twee mensen per Gelre. Mooiste Gilders, maar natuurlijk kan er maar eentje winnen. Op de derde plaats is geëindigd het Sint Margaretha Gilder Dalerikson. En dus, beste mensen, gaat het tussen het Sint-Servaasje schilderen en de Sint-Antonius Sebastian Gemert. Op de tweede plaats is geëindigd het Sint-Servaasje schilderen. En dat houdt inderdaad in dat het Sint-Antonius Sint-Sebastian schilderen uit Gemert de eerste prijs heeft gewonnen. En ik mag er even bij zeggen, zo meteen krijgt de burgemeester Mogenhandes, de ereprijs is geschonken door de gemeente Laarwijk. De ereprijs is een heel mooi opgelegd schild, ziet er fantastisch uit. Heel veel dank aan de gemeente Laarwijk voor deze ondersteuning. Van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat. Tweede prijs Henk Hommerson. Derde prijs Gilder Gerwe. En ze mogen even doorjuichen. Eerste prijs Toon van Zeeland. Ook van de Herenhuis. Toon van Zeeland, eerste prijs. Eerste prijs gaat Joost van der Ven, Sint-Antonius Abt Lierop. Volgens mij zit hij in het springkussen. Hier is hij. Moet je al niet tegenkomen s'avonds, hè? Kijk eens.
Loes van Hout, Sint Lambert en Sean Brandt. Dan gaan we door naar de prijs voor de A-klasse. Ad Flemmings, onze lieve vrouwen, Liop. Laatste prijs, drietal, onze lieve vrouwen van de 7e uit Lierop, vertegenwoordigd door Ad Flemmings, Johan Flemmings en Stefan van Heuken. Dankjewel, Kruisboomcommissie. We zijn door alle prijzen heen. We hebben hier de uitslagen liggen van het algemeen klassement. Je mag hier gewoon afkomen halen.